Breda Nu. Je weet het meteen. Wij zijn deze week weer de straat op gegaan met een nieuwe vraag. En wij vroegen aan Bredanaars wanneer hun voor het laatste slappe lach hebben gehad. Wanneer heb jij voor het laatst echt gewoon hard moeten lachen? Gisteren. Ja, eigenlijk van de week nog wel, ja. Ik lach heel vaak hoor. Ik werk in de horeca, dus dan lach je heel vaak. Hè. Nou, net nog. Net nog. Ja. Wanneer hebben jullie voor het laatst gewoon goed kunnen lachen? Ik gisteravond om een beetje hele onhumor op Instagram. Oh, net nog aan tafel tijdens de lunch. Ja. En waar ging dat dan over? Van een filmpje die ze van mij had gemaakt. En wat gebeurde er toen? Ja, mijn vriend van mij had zijn hand verbrand. En ja, toen moest hij fucking hard schreeuwen. En ik kon die dan niet meer in zich houden. Waarop iedereen in de zaal hem nogal awkward aankeek. Ik had er van de week een binnen staan die wel met een mooi verhaal kwam. Die terug was van het niet meer alcohol drinken en zei van ik ben er zo blij mee. En 3 cola later werd de eerste bako al besteld. En dan 5 bako's later dan komt er een verhaal uit en je denkt van ja, dan blijf je toch eigenlijk wel lachen met de mensheid, zeg maar. Dat de man ook gelijk als eerste een café op zoekt om te vieren dat hij van een drank af is. Dat vind ik wel leuk hoor. Dus. Over onze leeftijd en over de overgang. Dus ja, hè, daar krijgen wij dus mee te maken. Hè? Dus daar was het om. Ja, ik ga niet verder in details. Breda Nu. Je weet het meteen.